Even. Beledigen. Ik lees eigenlijk al van mijn 7 jaar. Mijn 7 jaar ben ik eigenlijk begonnen met karting. Eerst heb ik 5 jaar indoor karting gereden, dan 5 jaar outdoor karting en dan nu eerste jaar Formule 1. Sam die is zo'n 5 jaar was, kwam naar mij en dan zei van papa ik wil Formule 1 piloot worden. En ik zeg ja, mooi, ambitieus. Dat is eigenlijk een kampioenschap met eenzitters. Dus een eenzitter is eigenlijk Formule 1 wagen, maar dan iets kleiner en iets trager ook. Het is een kampioenschap dat is opgezet door het merk Renault. En alle wagens zijn eigenlijk identiek. En ik zeg tegen Bert dat ze moet bellen als Sam veilig is toegekomen, maar ik... Natuurlijk, je weet, elke sport die met snelheid te maken heeft, heeft risico's. Nee, als je gaat skiën en je neemt de zwarte piste, dat doe ik zelf niet, maar ik weet het van mensen die het doen. Ja, daar zit ook een risico aan vast, omdat je met snelheid te maken hebt en... Ik wil eigenlijk in de Formule 1 geraken. Ik zou kunnen zeggen van, goh, in de Formule 1 geraken als Belg, als Vlaming, forget about that. Stel dat dat goed loopt dan op die twee gebieden, Sam presteert goed, wij hebben de middelen, dan gaan we door. We zullen zien.